Ik zie per dag zo'n 5000 persfoto's. Ik heb wel eens iemand ontmoet die wilde weten of ik niet gek werd van al die foto's. Het zijn er veel en het worden er steeds meer. Maar ik wil er geen één missen. Verslavend is het. Stel dat er één tussen zit waarop iets te ontdekken valt. De foto's die ik zie, zijn voor iedereen op het internet te vinden. Je krijgt ze alleen niet met z'n allen tegelijk voor je neus. Zoals ik, op de krant. En ze hebben een lage resolutie. Te klein om af te drukken. Nieuwsfotografie is een analytisch wapen waarvan iedereen gebruik kan maken. Er zijn wel een aantal dingen waarmee je rekening moet houden als je een foto bestudeert. Foto's zijn in een fractie van een seconde gemaakt. Wat voor en na de opname gebeurt, is een kwestie van speculatie. Wat buiten het kader te zien is, ook. Foto's kunnen niet liegen. Het zijn de bijschriften die liegen. En de koppen. Tekst komt uit de tweede hand, de derde hand, de vierde hand. Een foto is altijd uit de eerste hand. Een ogenschijnlijk lichtgewonde vrouw. Een serene blik in haar ogen. Er is een infuus bij haar ingebracht. De zak ligt op de vloer van de ambulance. Een waakinfuus, voor het geval dat. Aan de buitenkant lijkt met haar alles in orde. Haar ledematen zitten er nog aan. Haar voeten zijn moeilijk te zien. In de onscherpte kan ik een blote rechtervoet ontdekken. Met die andere zou in theorie iets mis kunnen zijn. Al met al niet representatief, deze vrouw. Voor de emoties die ik de laatste twee weken voorbij heb zien komen. Honderden foto's van radeloze Haïtianen heb ik onder ogen gehad. Ze bloedden aan hun hoofd, ze hadden een geamputeerd been, ze huilden, ze waren in paniek. Op brancards, op een dekentje, tussen het puin gelegd, in de armen van reddingswerkers. Ze waren wanhopig, dood, bewusteloos, ontroostbaar om hun verdwenen verwanten. Al die ontreddering. En toch zijn het deze rustige beelden die de meeste indruk op me hebben gemaakt. Als om me heen de paniek toeslaat, word ik koelbloedig. Als ze beginnen te huilen, blijven mijn tranen droog. Ik moet overzicht houden. Ik kom pas bij gevoel als het drama is gaan liggen. I found myself in the middle of the store and everything collapsing around me, blocking my way. And that's when I realized. Denk niet dat de vrouw die hier zo rustig op de bankaar ligt, weinig heeft moeten doorstaan. Alles wat ze nu gestrekt heeft, haar armen, haar benen, heeft 5 dagen opgevouwen gezeten.
Toen de supermarkt waarin ze aan het winkelen was bovenop haar stortte, bleek ze wonder boven wonder op een plek te staan waar de vallende balken een kleine ruimte overlieten. Op haar hurken paste ze erin. Nadat het stof gedaald was en ze weer een beetje kon ademen, hoorden ze een eind verderop het kuchen van twee anderen. Pratend en zingend hebben ze de moed erin gehouden. 5 dagen opgevouwen zitten zonder drinken, zonder eten. De stank van stof, van je eigen urine, je ontlasting. En niet weten of je er op tijd uitgehaald zult worden. Ze kijkt ons niet aan. Aan het licht te zien is het een open wagen waarin ze ligt. De fotograaf kan er van alle kanten bij. Hij heeft voorin over de rand gekeken. Rechts van haar, links en achter haar. Op iedere opname zijn haar ogen gericht op de mensen die haar hebben gered. Ze doet ze niet even dicht, zoals je zou verwachten als je achter de rug hebt wat zij achter de rug heeft. Ik ken dat. Als je in zo'n positie verkeert, ben je volledig gefixeerd op de mensen van wie je voortbestaan afhangt. Haar nagels zijn rood gelakt. Puntgaaf zijn ze na 5 dagen onder het puin uitgekomen. Ze is kalm gebleven beneden. Ze heeft overzicht gehouden. Ze is niet als een dolle om haar heen gaan graven. Foto is een verzameling feiten, gezien op een bepaald moment vanaf een bepaald standpunt. Meer niet. En toch, ondanks die beperkingen, kan een foto een feitelijke versie van een gebeurtenis geven. Zelfs een geanceneerde foto. Als je goed kijkt, als je je steeds afvraagt, wat zie ik eigenlijk? En wat zie ik niet? Maybe she's born with it.
Maybe it's Maybelline. Het zijn spannende avonden. Joris en ik zitten op het podium. De persfoto's die we gaan analyseren hebben we goed bestudeerd. Maar altijd zitten er mensen in de zaal die dingen zien die wij over het hoofd zagen. Als het op kijken aankomt, heeft iedereen een bord voor zijn kop. Maar gelukkig zijn niet alle borden hetzelfde.